achter. Dus toch wel even wat ruimte aan die linkerkant. Verschuren moet dat dan oplossen. Daar is ook de kans. Ja, dat is een serieuze kans. Post. Voorzitter is goed. Koppel, oh, die moet er dan alsnog in. Ja, die gaat erin. Van heel dichtbij krijgt Opoku opeens de kans. En die neemt hem natuurlijk wel heerlijk uit de lucht. Maar dat gaat opvallend makkelijk. Gewoon een lange bal. De bal gekopt. Het is een puntgave assist. En wel heerlijk afgemaakt natuurlijk. Bal lekker achter Sporiksleden gelegd. Opoku, oh, aangetikt door Sporiksleden. En daar komt dan de eerste kaart van de wedstrijd. Voor de gelegenheidslinksback. Susic achter de bal. Ook een plek waarvan het zelfs in één keer zou kunnen. Dus probeert hij het ook, denk ik, ineens. Verenbo van Rutte. Ilic. Opgevangen Post. Oh, dat is een overtreding op Post. En een stevige ook. Dit kan door. Want daar is Grot met de kans. Komt een corner. Dat is terecht. Want het voordeel was uitgewerkt. Ja, ik denk alleen wel dat hij Sporiksleden geel moet geven. En dat zou zijn tweede zijn geweest. Hij zal zich moeten beheersen. Daar is de volgende kans. Daar ligt een speler van VVV. En de penalty is gegeven. Het ene moment ontsnapt NAC. Een paar seconden later is daar de strafschop. Komt een geel voor Verschuren. Ja, en daar is verder niet zo heel veel discussie over mogelijk, toch? Zo ziet het vanaf 11 meter. Ja, onberispelijk. 2-0 VVV. Dat gaat toch wel heel makkelijk. Maar de marge is comfortabel. Grot. En die schiet hem erin. Dat is 3-0. Eerste doelpunt voor VVV van J.Roy Grot. Zo is er een hoofdrol voor de vleugelspelers vandaag. Hij krijgt de bal en mag dan heel makkelijk naar binnen komen. En schiet hem er lekker in, hoor. Zoals iets neemt. Tweede paal. Daar is Mlappa. Die de bal wat te vol op het hoofd krijgt. Mlappa. Susic. Goed gegeven. Grot worstelt zich er langs. Grot nu met de voorzet. Oh, krijgt Mlappa zo de bal. Oh, die mist hem helemaal. En daarna Rutte met links. Dat is ook geen gelukkige combinatie natuurlijk. Grot worstelt zich langs Verschuren. Dan lijkt de kans voorbij, maar denkt Verschuren, nou, weet je wat, Mlappa, probeer het nog een keer. En dan eindigt de bal uiteindelijk bij Moreno Rutte. Seuntjes geeft. Opoku kan hem terugleggen. Op Seuntjes. Seuntjes. Oh, als dit valt. Nee, het valt niet. Net niet te halen voor Susic. Een weergeloos doelpunt geworden. Maar goed, dan had hij er ook nog in moeten schieten. En in dit geval denk ik met rechts. Misschien wat lastiger. Dat was heerlijk gedaan door Seuntjes. Deze mensen hebben in ieder geval niet al te veel last van de regen. Van Ooyen komt en dan mag je dit toch wel een soort publiekswissel noemen voor de grote uitblinker bij VVV vandaag. Tino Sven Susic. Wat een zeer goede aanwinst voor VVV. Opoku, kan die hem verlengen? Kan die hem inschieten? Ja, dat is een aardige poging, maar van Leerred. Lekker knal van Opoku. Goed, knap vanuit die hoek. De reactie van Leer.
Bal valt goed. Voor wie? Voor wie? Uiteindelijk voor VVV. Geen idee wie die bal daar als laatste raakte. Maar VVV heeft hem weggekregen. En er komt nog even een... Ugh, dit is toch onvoorstelbaar. Hoe dom is dit? Ja, succes ermee. Dat is twee keer geel, dat is rood. Je staat 3-0 achter. Dat is de 88ste minuut. En er zit misschien een counter in. Ja, er zit een counter in. Maar het is nog op de helft van VVV. En Verschuren denkt, nou weet je wat, ik hou hem toch maar even vast. Wat een oliedomme tweede gele kaart. Bal naar Tevreden. En die gaat er bijna in. Onderstap. Die wil nog even 0 houden. En doet dat met een goede redding. En dan haalt Kamphuis de bal op. Van der Gaag verliest weer voor de vijfde keer in 6 wedstrijden met NAC Breda. Het is de slechtste start van het seizoen voor NAC sinds halverwege de jaren 80. En Stijn boekt een overtuigende en volkomen verdiende zegen met VVV.